We hebben vanochtend de nieuwe rondweg bij Venda, eigenlijk de rondweg de Klomp, formeel geopend. Hij was 10 december al opengegaan voor gebruik. Het college van BMW is heel trots op dat we kunnen melden dat nog dit jaar de woningen in Kernhem en een groot gedeelte van de huurwoningen in Veldhuizen en zwembad de Peppel, dat die verwarmd gaan worden met het snoeiafval en het restafval vanuit de bossen in Ede. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te doen. En het idee is dat je dan de beste smaak kan pakken, zeg maar, uit wat de natuur aan smaak levert. Dat neem je helemaal mee door zo min mogelijk in te grijpen. We zijn hier omdat er een grote groep mensen hier overlast hebben van het feit dat de gasleiding gebroken is. En dat betekent dat er 45 huishoudens zijn die hebben geen gas, die hebben geen warm water. Ja, de lammertijd is een hele drukke tijd, maar als ik kijk naar mijn beroep is de lammertijd de mooiste tijd van het jaar. En dan ook als je net weer naar buiten gaat, voorjaar in. Dat zijn de mooiste momenten. Als alles spul meegaat en alles is goed gegaan, nou, dat is gewoon perfect. Het laatste jaar is het heel snel gegaan. Dat heeft ook te maken met de beschikbare woningen die we nog steeds in Ede hebben. En Ede ligt centraal in Nederland. Dus een hele gevarieerde gemeente waar het ook goed toeven is. En dat zie je nu terug aan de inwonersaantallen. We hebben nu de 110.000ste inwoner kunnen welkom heten hier in Ede. De vertraging komt doordat er tussentijds wijzigingen zijn gekomen. Althans aan zullen komen. Wat dat betreft dat er meer treinen komen. Er komt een hoogfrequent spoor. En dat betekent dat er eigenlijk altijd een metrostation hier komt. Dus meer treinen, meer perrons nodig. Omdat Ede zo'n ontzettende groeigemeente is, van 1900 tot nu. Ja, we moeten elkaar een beetje weer leren kennen. En ik denk dat deze film ook dat heel mooi laat zien. Dat je met heel veel mensen, verschillende mensen, iets samen maakt. En dat je toch een soort van Ede-gevoel, wij-gevoel krijgt. En deze kinderen lopen met 6 kilo water, 4 flessen. Water op hun rug, 6 kilometer lang. En dat doen we om hier op Wereldwaterdag, dat is het vandaag. Vandaag leren we hebben we tegen de kinderen gezegd, jongens, gebruik je benen. Hartstikke gezond om lopend naar school te komen. En als tweede, je leert ook gebruik maken van het verkeer. He, niet alleen maar er tegenaan kijken vanuit de achterbak van de auto, maar gewoon kijken van, wat doet het verkeer met me? Nee, we doen actie voor spieren voor spieren. Je moest er geld ophalen en nou fiets voor het goede doel. En ik heb maar niet zo zin om te stoppen, dus ik zit al bijna 2,5 uur op de fiets. 24 mensen uit de gemeente Ede kregen vandaag een koninklijke onderscheiding. En het is altijd weer een feest natuurlijk. Maar geeft ook aan hoeveel vrijwilligerswerk gedaan wordt in onze gemeente. Allemaal hadden ze behoorlijk wat naast hun normale werk hadden ze gedaan. Helemaal terecht verdiend. En tot zijn burgemeester. Hang lekker. Heel veel kindertjes op de been en kinderen maak ik graag blij. Al het geld gaat naar Ethiopië. Welkom Spoelleken. Zo leuk hoor, zo gezellig. Je kent iedereen en je loopt gewoon gezellig iedereen langs alle kraampjes. Zo leuk. We hebben nu geëvalueerd en we hebben gezegd van laten we daarmee ophouden. Ede zoekt toch andere partners op dit moment op andere plekken in Europa die te maken hebben met Food Valley. En aan de andere kant vonden we de stedenband met Goedien wel heel belangrijk, omdat er vriendschappelijke relaties zijn tussen aan de ene kant het stichtingbestuur en aan de andere kant het comité in Goedien. Wij sporten voor deze kinderen, zodat we daar geld en aandacht mee creëren voor deze ziekte. Zodat er onderzoek mogelijk is. En we bouwen het uit met een braderie om wat meer geld te genereren. Op zich, het knippen is niet moeilijk, maar het schaap in bepaalde houdingen zetten, dat is eigenlijk toch wel het moeilijkste om te doen. De openingsavond vindt nu al voor de tweede keer plaats, hier op Marktplein. En dat belooft weer een enorm feest te worden. De aankomende weken is er ontzettend veel te zien en te doen hier in Ede. Ieder jaar ga ik weer met plezier naar de Oud-Lunterse. Nou, het is gigantisch mooi. En als je al die mensen om je heen ziet, het enthousiasme wat er vanaf straalt, dan denk ik, we hebben het goed gedaan. En ik geloof in de woorden van Pinedo, in de toekomst sterf je niet aan kanker, maar met kanker. En daarom rijd ik mee.
De Stadswinkel is een nieuw concept waar meerdere organisaties hun onderdak hebben gevonden. Zoals bijvoorbeeld de VVV en de bibliotheek. En dat vereist een goede samenwerking. Op dit moment is Defensie aan het meten of er stoffen zijn vrijgekomen. Dat is haast uit te sluiten. De spullen zijn gelukkig niet weg. En dat betekent dat er geen enkele problemen is voor de bewoners om weer terug te keren naar hun eigen woning. We hebben gekozen voor Ede omdat er eigenlijk al heel veel energie in de samenleving in Ede zit. We hebben gemerkt dat er al heel veel initiatieven zijn, dat de gemeente er heel erg achter staat. Movember is een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar prostaatkanker. Het is een wereldwijde organisatie, compleet gerund door vrijwilligers. Zo'n goed doel is ontzettend belangrijk. Het is goed om met kinderen daarover bezig te zijn. Ik ben ook elke keer weer buitengewoon geroerd dat de gemeenschap in Ede mij wil ontvangen. Sinterklaas, ik heb een hondje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank je, Sinterklaasje.